In de uitspraak staat dat u moet inkorten. Dus dan gaat u eigenlijk. Maar meneer de Van den Kamp, die verandert iedere keer. Jij en hij heeft de toetsen. Keer, nou, sorry, ik ben er klaar mee. Net als met. Nee, nou ben ik er klaar mee met. Waar zeur je dan nu over, Ruud? Dat heeft toch totaal geen enkele zin? Ja, je liegt als de pis, man. Dat zeg jij. Ik ben er klaar mee met de buurman. Ik zei, wat is hier de bedoeling van? Dat wordt nogal duidelijk, hè? Je kunt van alles over mij vertellen, maar ik heb wel fatsoen in mijn kont. In deze aflevering van De Rijnrechter wordt vervolgd, ga ik terug naar twee zaken waar de hulp van meester John Reed behoorlijk welkom was. De ene zaak speelt zich af in Stand daarbuiten. Daar is gedoe over het stallen van een caravan. Moet je even luisteren, dan moet je je koopakte lezen, eikel. Meneer, als u een beetje op het algemeen luistert. Ja, nee, daar word ik pisnijdig over. En de andere zaak speelt zich af in Rotterdam. En daar gaat het over troep in een dakgoot. Waar bent u boos over? Over dit gemierenneuk gewoon. Mm-hmm. Ik kan hier heel slecht tegen. Ik ben nu op weg naar Rotterdam, waar de krasse knar, meneer Van den Kamp, woont. Hij is een beetje op leeftijd. Maar dat weerhoudt hem niet om met ferme tred de ladder te betreden om zijn dakgoot schoon te maken. En helaas is zijn buurman, meneer Cohen, niet zo fanatiek. En daardoor zit hij met de troep van zijn buurman opgescheept. Ik woon hier 47 jaar en ik maak het bij mij twee keer per jaar schoon. Ik hield twee huizen bij, zeg maar. Over de dakgoot liep ik dan, maak ik het schoon. Maar de laatste jaren dacht ik, ja, nou ben ik zelf oud, dat doe ik niet meer. Nou, het voornaamste punt is dus dat hij ze niet schoonhoudt. En dan gaat het eroverheen. Het gaat er bij hem overheen en een stukje bij mij ook, net voor de voordeur. Het gaat bij hem over de dakrand en dan loopt het een stukje mee over mijn dakrand en dat plonst hier neer. Nou, hier is hetzelfde versie als voor. Dan gaat het over de dak, komt het in dat gootje en die loopt waarschijnlijk ook weer over. Dan komt het hier naar beneden en die spoelt de zand weg. Hij heeft wel gelijk dat er wateroverlast is, maar daar heeft iedereen last van. En dat ligt niet aan ons. Ik denk eerder dat het aan zijn oude goot ligt. Naast de dakgoten spelen er nog een aantal zaken tussen de buurmannen en dat komt niet zomaar meer goed. Ik ben deze glasplaatjes gaan plaatsen om zijn normale water weg te krijgen. Maar hij laat het ook nog eens een keer naar mij aflopen. Dus hij voert het nog een keer naar me toe af. Er stonden vier verschillende soorten glasplaten. Kapotte, gescheurde glasplaten. Dus ja, en daar ben ik over te keer gegaan. Ik zeg, hoe kun je dat nou doen? Dat ziet er niet uit. En dat heb ik eruit getrokken. Nou, dat doe je niet. En later heeft hij tegen eentje nog een keer een trap gegeven. Die stond zo ver naar voren. Ik ben er klaar mee met de buurman. Ik heb het echt gehad dat hij over alles zeuren. Over planten die je in de tuin zet, die zijn te lelijk of je doet niet voldoende aan de tuin. Dan zit hij aan je spullen. Ja, daar ben ik met zijn gezeur ben ik klaar. In de studio laat mevrouw Cohen ook van zich horen. Weet je, ik vind het gewoon heel erg jammer dat het zo uit de hand loopt. Want ik heb natuurlijk voor de buurman gezorgd toen hij ziek was. Je probeert met iedereen in de straat. Voor hem gekookt? Ja, voor hem gekookt, boodschappen voor hem gedaan. En dan loopt het zo uit de hand. U vindt de buurman echt een oude zeur? Nou ja, het gaat maar door. Dan proberen wij wat te doen. Ik probeer gedachten te zeggen, ik probeer aardig te doen. En hij loopt met een Noorse kop loopt hij gewoon langs je heen. Wat kan ik dan nog meer doen? Nou, dan, het antwoord is volgens mij heel duidelijk. Duidelijk, ja, maar hou je grote schoon. Maar hij maar dat is dan toch gewoon een hele simpele antwoord. Ja, dat klopt, eigenlijk. Maar hij blijft met alles zeuren. Ik heb niks tegen u, want u bent gewoon... Oh, u heeft niks tegen mij, maar wel tegen mijn man. U bent gewoon een vriendelijk iemand, maar ik neem het voor je man op. Ja, dus, natuurlijk, wat dacht jij dan? Ik ben met hem getrouwd. Nee, dus dan kom ik tegen een stel te staan. Ja, maar bent u bent gewoon een aardig iemand op zich, ja. Nou, fijn, dank u wel. Ik ben gelukkig niet zo vaak thuis, dus heeft hij niet zo vaak met een onaardig iemand te maken. Ik vind jou niet zo aardig, nee.
tijdens het locatiebezoek zit er niets anders op voor meester John Reed om zelf ook op de ladder te klimmen om te kijken hoe erg het gesteld is met de troep in de dakgoten. Schilder, glazenwassers mogen toch eigenlijk niet meer lange ladders? Ja, maar ik ben toch geen kleding. Ik ben geen kleding. En in de rechter mag het wel, hè? Hier kunnen we dus de vervuiling ook zien, ja. In de goot. Hier zitten heel veel troep en vervuiling in. Maar dit is echt vies. Het is echt indrukwekkend. Dat is heel veel. En dat zijn hele koeken op een gegeven moment. Nou, dit is een behoorlijke bladkoek. Precies. En dan gaat dat er helemaal water afvoeren. Dit is centimeters dik. Ja. We gaan naar beneden. Zo. Hij is vies, hè? Hij is vies, maar dat is logisch. Want alles loopt naar het laagste. Ja. En dat wordt bevestigd door meneer Van den Berg. Het loopt, eigenlijk krijgt u de hele dakgoot. Krijg de hele dakgoot. Van de, ja, tot de hoek. Ik wil naar de achterkant. Daar komt zijn water naar beneden, zijn hemelwater dan. En stort het eroverheen op mijn balkon. Ja. Dat is een uitbouw, die heeft u daar gemaakt. En ik geloof dat we het erover eens zijn dat die uitbouw voor een klein stukje op uw grond staat. Voor mij is deze streep van belang. Okay. Vanwege die dakgoot. Ja. Dit is allemaal nieuw, hè? Ja, dat is nieuw. En, meneer Van den Kamp, wat is het probleem met die dakgoot? Nou, die hangt dus boven mijn grond nog. Ja, klopt. En die stroomt ook over. Want we zullen het even echt constateren. Ja, dat is heel duidelijk, want hij loopt gewoon precies tot aan deze. Rolt hij weg hier naartoe, ja. En in het putje. Ik sta echt te roken. Waar maakt u zich nou druk om? Gaat u daar met een kopje thee zitten? Nee, ik zie als het klaar is dus dat die waterleiding er niet meer tussen past. Dus je, in plaats van dat je netjes binnen je eigen grenzen bij, pak je er nog net een centimetertje bij. Goed, dan zagen we het af en dan doen we er een trespaplaat tegenaan. Dan kijkt u daar tegenaan. Wat wilt u dat? Ik zie nu iets. U ziet iets. Ah. Zitten in mijn palen gedrag. Ja. Die haken. Ja. En? Dat ook van de eisen dat die niet aan mijn spullen komt. En die schutting staat naar binnen, als het goed is, geschoord. Dus op mijn grond. Tijdens de hoorzitting laat meneer Van den Kamp een zelfgemaakt filmpje zien. En met dat filmpje wil hij aantonen dat als er dan een wolkbreuk boven zijn woning is, hoe erg het water dan met bakken uit de hemel komt vallen. U heeft gefilmd, hè? Ja. Die filmpjes heb ik hier. Hij moet gekanteld worden, omdat u heeft dat waarschijnlijk met uw mobiele telefoon gefilmd. Nee, met mijn camera, maar ik heb hem zo gehouden om verticaal die stroom mee te nemen. Ik moet even mijn hoofd draaien. Kijk, ik zie, wat je duidelijk ziet, is water wat langs de muur van het balkon stroomt. Boven. Ja. Dit is de nieuwe aanbouw met dat gootje. Dit was nog, toen was de verbouwing nog niet klaar. En toen was die pijp nog niet aangesloten op het riool. Deze moet ook gekanteld worden. Het is dezelfde dag. Ja. Ziet er echt indrukwekkend uit, moet ik zeggen. En dat zie je in het ook. Want dit is uw balkon, hè, meneer Van den Kamp, waar ik het op zie. Ja, dat krijg ik jaar in, jaar uit. Dan gaat het over mijn balkon. Ja, je ziet ook wat er op de muren liggen. En daar liggen tegels of zo, of dakpannen. Ja, dat zijn de dakterrastegels die hier pas teruggelegd konden worden. Na de verbouwing. Dus toen was de dakdekker nog niet klaar, de loodgieter. Flauwekul. Dus als de tegels er niet zouden liggen, verandert er nog niks. En de uitspraak voor meneer Cohen was pittig, want die moest behoorlijk aan de bak. Uitspraak in de zaak van Van den Kamp tegen Cohen. Bent u geobsedeerd met de dakgoten van uw buurman? Of heeft u een punt? Dat het water over de goten klotst, hebben we kunnen zien. U ondervindt daardoor wateroverlast en kans op schade. En ik ga u daarom dan ook verplichten om uw dakgoten voor en achter nog vaker te onderhouden dan u al doet. Namelijk 1 keer per kwartaal en in de herfst 2 keer. En dan die aanbouw nog aan de achterkant. Die watert bij u af, maar ook bij uw buurman. Dat ligt aan het afschot en dat is eenvoudig te herstellen. Maar dat moet u wel doen. En met deze maatregelen, meneer Van den Kamp, zou u geen nattigheid meer moeten voelen. Dit is mijn uitspraak en zo zit het. APPLAUS.
Kijk dit nou. Oeh, een enorme schutting. Vermoed ik heeft de familie van Cohen heeft dit gebouwd. Met een heel leuk zitje. Maar wat hoog. Nou, ik zie 3 bellen. Welke zal ik eens doen? Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Meneer Van den Kamp. Ik zie 3 bellen. Ik hoop dat ik op de goede heb gedrukt. Ja, prima. Hoe gaat het met u? Dank u. Goed. Ja? Ja hoor. U ook. Ziet er goed uit. Oh, nou, dank u wel voor het compliment. Ja, de een is voor boven. Ah. Als ik in de computerkamer zit, dan hoor ik Dave soms niet. Hè? Ja. Ik zag een behoorlijke schutting. Ja, verrassing in één keer. Maar hij is niet lelijk. Nee. Vindt u dat ook? Ja. Ja, en komt hier dan nog komen planten tegenaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Maar hoe gaat het met de dakgoot? Want meneer Cohen moest echt aan de bak. Die moest 5 keer per jaar de dakgoot schoonmaken. Waarvan dus de laatste 2 keer vielen in het najaar. Dus dat is een beetje afgelopen periode geweest. Is meneer 2 keer de goot in geweest? Nou, dat weet ik niet. Ik stel voor dat we anders even boven gaan kijken. Wat denkt u van de ladder? Want ja, u kan met de ladder omhoog. Wij kunnen met de ladder omhoog. Of, ik heb het dit jaar voor het eerst laten doen. Heel goed, want, heel verstandig. Ja, ik heb de leeftijd, ik heb gezegd met 80 dan stop ik. Dus ik doe het niet meer zelf. Ik ga de ladder op voor u. Ik ga het doen. Maar dan moet u hem goed vasthouden. Ja, eerst achter? Eerst achter. Dan gaan we naar boven. Ja. Zo, hier ligt de ladder. Zo. Oh. Als een vreemde naar boven gaat, zet ik hem toch wel even vast. Oh ja? Ja, als je achterover leunt, dan kan die niet helpen. Ja. Niet achterover leunen. Nee. U houdt hem vast, hè? Nee, het wordt te druk met z'n tweeën. Dat is de mijne. Ja, oh ja, oh ja. Die is... ik zie namelijk wel wat, maar dat is die... ik zie wel wat troepjes daar. Ja. Ja. Dit is de vangst. Bent u niet blij mee? Nou, een beetje, ja. Hier zien we de buis. Oeh. Oeh. Die zit toch wel aardig weer in het blad. Die goot hangt boven mijn grond. Ja. En die liep ook over. Dus dat zand spoelde weg. Dat ligt er nog. Dan moet hij inkorten tot binnen zijn perceelsgrens. Ja. Dat was dus een eis van de rechter. Die moest hem inkorten. Ja, dat staat in de uitspraak. Dus dat moet hij dan doen. Dat dacht ik ook, ja. Ik ga naar meneer Cohen toe, maar 1 ding nog, ik wil eigenlijk ook even voor nog zien voordat ik naar hem toe ga. Nou, kijk ons nou, meneer Van den Kamp. Een echt 10. Oh. En kan ik dan nu bij... Nee, dan gaan we kijken. Dan wil ik eventjes dat iemand het vasthoudt. Ja. Dat doe ik. Ja? En dus niet weer achterover leunen. Nee. Als je de berg kan niet terug, hè? Ja. Nou, ik vind hem schoon. Ja? Ja. Helemaal? Echt waar, meneer Van den Kamp. Je hebt er verstand van, hè? Ik ga nu naar beneden. Nou, ik vind het maar een wiebeltrap. Ja. Daarom mag en deed u dit dan zelf? Hield dan iemand voor u die ladder vast? Soms wel. Maar, Maar dit heeft u ook wel eens gedaan, dat niemand de ladder vast... Ja, en begin altijd en maar een keer. Wilt u dat nooit meer doen? Dat is echt gevaarlijk. Nee, even niet. Dus, ja. Kijk, wat ik heb gezien is dat hij echt schoon is. Oké. Okay. Er zit geen blad in. Het is anders dan achter. Schoner. Veel schoner. Ja, dan heeft hij hem goed schoon. Ja. Ik ga nu naar meneer Cohen. Kijk, 1 bel. Meneer Cohen. Goedemorgen. Ik herken u weer aan uw bril. Nee. Als dat er alles is. Dan... Nee. Hallo. Dag mevrouw Cohen. Hi. Hele koude handen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed hoor. Ja? Ja? Even de situatie achter. Wat vindt u ervan? Je ziet ook waar dat water vandaan komt. Komt van de buren. Wat heb ik ook op 21 december ook gedaan. Ja. Dan ga ik met... Nou ja, nu hangt hij niet omdat hij bevroren is. Anders... Tuinslang naar boven, spuit ik ook zoveel mogelijk water naar die kant, dat die bladeren ook nog van hun komen, want hun houden hem niet schoon. Nee, dus dan zit u dan mee, hè? En als ik mijn stukje schoon heb
En dan ook nog een gedeelte van hun, maar het regent dan 2 dagen later. Ja, dan spoelt het niet. Terug. Ja, wat moet je dan? Moet je dan dagelijks erop? Dat geeft. Nee, dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet met een stofzuiger in de dakgoot, dat klopt. Is wel één ding, en dat heb ik ook gezien. In de uitspraak staat dat u het gootje moet inkorten. Maar dan, als je dat ook ziet, en dat is meneer Van den Kamp, die heeft dat ook netjes toegezegd, de loodgieter die is gekomen. Ja. Die heeft hij gewoon verhoogd. Dus dat, en dat zie je ook op de oude. En er staat zo'n rand op. Dus dan moet het ongeveer 10 centimeter omhoog stromen over de goot. En daar heeft hij ook gezegd, nee, zo vind ik het ook goed. Oh. Dus, ja. Dat heb ik niet gezegd. En, meneer Van den Kamp, u verandert iedere keer. Gelukkig was daar de aannemer bij en de loodgieter. En daarom is dat gootje er ook, die rand er ook op gezet. Ja. Die hebben we aan beide kanten gedaan. Klopt, daar ben ik het ook mee akkoord, heeft hij gezegd. Want anders moeten we hem afzaken. Zei. Dat ziet er helemaal niet. En toen zei hij, nee, dat vind ik ook goed, want dan kan het nooit naar mijn kant overstromen. Dat heeft hij dus ook met de loodgieter, we hebben het erbij gehaald. De loodgieter heeft dat toen aangegeven. Ja. Dat is beter, ziet er ook beter uit. Ja. Daar ga ik mee akkoord. Ik snap uw punt, maar in de uitspraak staat dat u moet inkorten. Dus dan gaat u eigenlijk de uitspraak... Maar meneer Van den Kamp, die verandert iedere keer. Jij en hij heeft het toetsen. Nou, sorry, ik ben er klaar mee. Net als met... Nee, nou ben ik er klaar mee. Want je blijft ook hetzelfde wat je hebt gedaan met die flagstones in het filmpje zie. Je hebt tegen bij de aannemer staat en duidelijk. En met de architect heb je ook zelfs ondertekend van die moeten worden teruggelegd in het zand. Iemand die je haalt je bloed onder je nagels. Ik zie het. Ik zie dat u echt u opwindt, want u heeft het gevoel nu van ja, ik. Mevrouw wilt hem niet mee eens meer spreken. Nee. U heeft het gevoel van we hebben iets afgerond, we hebben dingen, we hebben ons aan de uitspraak gehouden. U heeft het voor uw gevoel allemaal goed gedaan. Ja. Maar wat zou een oplossing kunnen zijn? Nou, ja, dan moet hij eraf. Die gewoon. Ja. Nee, maar daar is klaar mee. Maar ik ben met hem nog niet klaar. Nee. U laat het met rust en dan geeft u mij een hand op. Oh, zelfs een. Echt een warme hand, want ik heb inmiddels koude handen. U laat het echt rusten nou, hè, meneer Van den Kamp? De timmerman komt het doen, hè? Niet jezelf toch? Hè? Nee, hij laat dat, mee, hij laat dat doen. Alleen hij de snoeien doe ik zelf. Ja. Ik ga eventjes hier naar binnen en ik wens u een hele prettige middag toe. Dank je. Dag. Lekker een kopje koffie zetten. Ja, gaat u dat doen. Dag. Zo. Nou. Kijk, het gaat me dus over dat randje. Ja. Dat is in overleg met hen gezet. Ja, ja, dat hebben we zelfs verder doorgetrokken. Want het hoeft maar 4 centimeter ingekort te worden. 4,5, hè? 4,5 centimeter ingekort te worden. Sorry, ja. Dus ja, maar... ja, ik snap dat dit voor u heel frustrerend is. Ik denk wel, ja, u zegt nu ik ga het inkorten. Ik zou dat doen, want dan heeft u alles gedaan wat de uitspraak bevat. Dan, Het is wel zo dat het weer is er wel naar, hè? Zoals hier de stemming is. Mistig en een miezerd. En een miezerige buurman. Dus. Goed, dat zijn uw woorden. Ja, nou. Nou, meneer Cohen gaat de dakgoot nog inkorten. En dan is aan de uitspraak voldaan. En dan zal hier voorlopig geen nattigheid meer zijn. Heeft u nou ook een conflict met uw buren? Komt u er samen niet meer uit? Bel of mail ons dan, want wij lossen het heel graag voor u op. Ik ben dus op weg naar stand daarbuiten. Krijg ik al een belletje van meneer Cohen dat hij het al gefixt heeft. Dus in die, nou wat zullen we zeggen, binnen het uur heeft hij een loodgieter gebeld. En is de dakgoot, het randje er al af. En ik heb hier... een filmpje als bewijs. Geen centimeter meer, dan ben ik een halve centimeter meer dan dat het moest. Nou, die laten geen gras over groeien. Dat is fijn. In het prachtige stand daarbuiten is gesteggel over een caravan. De familie van Gent stalt al jaren hun caravan op een parkeerplaatsje achter hun woning. Maar dat kan niet meer als meneer Van Vlimmeren besluit om een uitgang te bouwen voor zijn loods. En dan moet hij laden en lossen en kan die caravan daar niet meer staan. De familie van Gent die vindt het waanzin, want zij zeggen, luister, wij zijn mede-eigenaar van dat parkeerterreintje. Dus de heer Van Vlimmeren heeft er gewoon helemaal niks te zoeken. Meer naar de muur, met je neus naar de muur. Het conflict is begonnen omdat meneer Van Vlimmeren op een gegeven moment op het idee kwam om daar een deur in te zetten. Nou, hij kocht dat spul van de makelaar en de makelaar zei dat hij er een deur in mocht zetten en dat hij over dit terrein heen mocht. Toen zeiden wij dus met diverse mensen van nou, dacht het niet, want dat is privéterrein.
Het probleem is dat daar allemaal garages staan, dus daar kan je niet voor gaan staan. De beste plek hier is eigenlijk hier en heeft er helemaal niemand geen last van. We hebben nog nooit problemen gehad. En sinds Van Vlimberen hier aan het klooien is, is het iedere keer ellende. Kijk, dit is wat we willen. Deze deur, gebouwd met bouwvergunning. Ik zie niet wat het probleem is. We komen hier uit op een pad van deze 14 bewoners, waar hij dus eigenaar van is. Zij mag er volgens mij gewoon over rijden. Ik wil mijn spulletjes hier ook gewoon kwijt. En ik had Antoine gevraagd van, nou kan ik bij jou niet een stukje huren? En dat was geen probleem. Nou, ik wil er gewoon ook gebruik van maken natuurlijk van de deur. Ik heb er niet voor niks geplaatst. De gemoederen lopen zo hoog op dat de politie er zelfs bij moet komen. Dan heb je de caravan gehaald. Dan komt hij een paar uur later van, die caravan, kan die weg? Waarom moet die weg? Ja, ik wil onderhoud plegen aan de gevel. Er staat een midden voor geparkeerd. Gewoon echt zo neemt uit de muur, echt om hem te blokkeren, gewoon om de deur te blokkeren. Politieauto voor de deur. Meneer, u staat voor een uitrit en dat mag niet. Politie gebeld, die komt, foei, mag niet. Dus uiteindelijk, het ging heel vriendelijk om met die mevrouw. En dan zeiden we, nee, we halen hem niet weg, we laten hem staan. Dat ik krijg u het proces verbouw. Mag die van mij het hele jaar hier staan? Mag van mij het hele jaar staan, heb ik geen probleem mee. We hoeft niet per se midden voor de deur te staan. En zodra je dus even je wagen hier neerzet, dan belt die eikel de politie weer. Ja, ik denk dat het gewoon pest is. Dat is gewoon pestdraaien, ja. De familie van Gent is samen met nog 13 andere buurtbewoners eigenaar van dat parkeerterreintje. En om Van Vlimmeren te belemmeren om zijn uitgang te gebruiken, worden verstrekkende maatregelen getroffen. Ik deed de deur open en de zaken is dit. Eureka, nou een schutting voor mijn deur. Ja, nou ja, prima. Alleen maar tegen te gaan dat die deur open gaat en dat hij op ons terrein komt. Ja, dat is belachelijk. Dat is ook de reden waarom wij hem ook gewoon losgeschroefd hebben. De hele wereld vergaat bijna, er zijn rampen zo groot en dan gaan ze over zoiets liggen. Mierenneuken. Toch? Dan denk ik van, ah, flauw. Gewoon flauw. Tijdens het locatiebezoek wordt het mevrouw van Gent allemaal te veel. Waar is mevrouw van Gent? Daar. U bent weggelopen. Ja. Het kost me mijn gezondheid als ik kwaad word, dus ik doe dat niet. Bent u boos? Ja. Waarom ben? Omdat ze onredelijk zijn. Hij kan wel zeggen, die caravan zo, blijf hij zijn deur openhouden. Hij heeft geen recht van overpad. Dus klopt. Hij mag niet daarover. Die deur moet goed dicht blijven. Kijk, en dan staan ze me aan te kijken. En dan, het kost mij mijn gezondheid. Dus daarom sta ik hier. Ga maar zitten, joh. Ook loopt mevrouw van Gent weg tijdens het studiogesprek in Slot Zeist. Als ik het zat word, dan ga ik ook weg. Ja? U zegt, als ik het zal, ga ik ook weg. Ja. Okay. Ja. Dan gaan we naar huis. Dan gaat u naar huis. U wil waarschijnlijk de uitspraak wel nog even horen. Ja, wil jij hem nog horen? Dat ja. Toch weer wel. Okay. De uitspraak van meester Reed zorgt er in ieder geval bij één partij voor opluchting. Uitspraak in de zaak van Van Gent tegen Van Vlimmeren en Bras Penning. U heeft een vergunning van de gemeente gekregen om een grote deur in uw loods aan te brengen. En u gaat ervan uit dat u die uitgang dan ook mag gebruiken. Die bouwvergunning geeft u geen recht om zonder toestemming het parkeerterrein te betreden. Het blijft voor u verboden gebied en u kunt de deur dus niet gebruiken. Meneer Bras Penning, in uw koopakte staat dat u mede-eigenaar wordt van het terrein. Maar in de leveringsakte komt dit niet terug. U hebt de mede-eigendom van dat parkeerterrein niet geleverd gekregen. Dus ook voor u blijft de deur gesloten. Dat is mijn uitspraak en zo zit het. Zo. Kijk, ik zie hier alvast een auto met een trekhaak. Dus dat moet de auto van de familie van Gent zijn. Ah. Ja. Dag meneer van Gent. Dag. Hoe is het? Jetske van de Elzen ook wel genoemd. Ik zag de auto al staan met de trekhaak. Ja. Heeft u hem nog gebruikt, de caravan? Ja,
Ja? Jullie zijn lekker weg geweest? We zijn lekker Zeeland geweest. Och, wat heerlijk. Mag ik bij u doorlopen? Nou, vertel het eens. Hoe gaat het hier? Waardeloos. Waardeloos? Ja, als ik het allemaal van tevoren had geweten waar het op uit zou lopen, dan was ik er nooit aan begonnen. Nou, dat klinkt ook niet fijn, want u had gewoon eigenlijk een hele, nou ja, bevredigende uitspraak voor u. Nee, helemaal niet. Hoe bedoelt u dat? Nou, omdat ze dus hier hebben bewijs. Ja, ik zag al wat liggen. Ze blijven gewoon laden en lossen en erin en eruit. En, dat zijn inderdaad twee auto's. En een luik, ja, hè, dat opengaat. De uitspraak van meester John Reed was, hij mag er niet meer doorheen. Ik heb hier foto's voor me liggen waaruit blijkt dat het dus wel gebeurt. Dus dan moet ik aan hem gaan vragen van ja, hoe vaak gebeurt dit dan? Want dat willen we niet. Dat was niet de afspraak. Nou, ik ben trouwens ook zeer verrast over wat hier staat. Och, die hoort bij die zwarte auto. Die is aan het verhuizen. Dus die zal hem er vanavond wel weer afhalen. Dit is niet van Van Vlimmeren. Nee. Oh, ik hoor al. Joehoe! Goed volk! Nou, ja. Ja! Jawel! Oh! Dat is een hele onaardige opmerking die jullie maken. Dat kan niet van deze kant, zeiden ze. Hi. 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 Hoe is het? Ja, goed. Hi. Ja? Ik was wel verrast hoor. Ja, ik ook. Kom anders even uit, dan kunnen jullie goed filmen, heren. Ik weet niet wie die is. Ik heb meneer Van Gent even meegenomen. Ja. Hij was eigenlijk niet zo tevreden met de gang van zaken. Ik zou niet weten waarom. Vat ik het zo goed samen? Ja. Toch? Hij zegt, er is zeker 3 keer, wat zij weten, door meneer Braspenning hier toch met de auto naartoe gekomen. Is het luik opengegaan, laden en lossen. Ik heb een keer die koelkast gemaakt. Maar daar hebben mensen toen. Maar jullie zeggen dat alsof het vanzelfsprekend is. Jullie mochten daar gewoon niet meer komen. Je mag niet meer laden en lossen. Nee, ja, goed, dan mag ik ook foto's. Maar daarna is ook niks meer gebeurd. Punt. Nou ja, kijk, ik ben de messenger. Ik heb het gehoord. Hier zijn foto's. Ik zie geen koelkast. Nee, die is alle binnen. Zou ik ook zeggen. Ja. Want wanneer hebben jullie die koelkast dan? Dat was toen in de zomer, Oké. Dan kunnen we zien in de zomer. Ja, dat kan ik je zien. Dat konden jullie ook al zien, hè? Ja. Dan is er nog een keer hier op in november. Gisteren zag ik Braspenning bij onze garages wat apparatuur in of uit zijn autootje laden. Dat klopt niet. Ja. Dat klopt niet. Ik heb geen apparatuur uitgeladen. Ja. Kijk, dit is altijd heel lastig voor ons, hè? Van ja, dat de ene wat goed. Maar dat is niet gebeurd. Dat zou ik zeggen, blijf dag en nacht op. Dan kun je het allemaal goed controleren. Ik heb 1 keer gedaan, dan ben ik erover gebeld. Heb ik gezegd, doe ik niet meer. Ben ik ook niet meer gedaan. Is ook afgedaan, klaar. Dus. Nee, wacht even. Als we dan toch bezig zijn om lekker moeilijk te gaan doen voor die ene keer misschien. Mm-hmm. Deze auto is een van die bewoners. Ja. Volgens mij was toen door de rijder even beslist dat dit het stuk mijn grond was. Ja. Hij stond met zijn bumper tegen mijn deur aan. Oké. Een algemeen, dus dat is hun fout dan. Laten we het daarop houden. Hebben ze hun een foutje gemaakt? Ja. Nou, oké. Dus snap ik niet. Toch? Dat gebeurt ook vaak. Nou goed, dat ik hier die koelkast gelost heb, heb ik toegegeven. Oké, dat gaat u niet meer doen? Nee, dat is echt eenmalig geweest en voor de rest makkelijk. Maar laten we dat dan afspreken? Misschien doen we elkaar nog 1 keer aan en dan is het opgelost. Ja, natuurlijk joh. Dat wil ook niet tot last. Daar wordt ze altijd blij van hoor, van zo'n hand. Bent u nou gerustgesteld? Oh meisje, ik ben zo blij. Maar doen we het er allemaal nee, maar goed, ik zou ook inderdaad. Hè, u bent niet de vertegenwoordiger van al deze mensen. Nee, als nee, zij nee, klachten nee. hebben, laat ze het zelf oplossen. U hoeft dat allemaal niet. Zelf, u hoeft dat niet op te lossen. Dat is ook niet goed voor u. Nee. Ook niet voor uw vrouw. Nee. De zaak is afgerond. Zeker niet voor het karretje laten spannen. Nee. Dat zijn uw woorden. Nee, okay. Dus, maar dan laten we het hierbij. Prima, hartstikke goed. In stand daarbuiten. Ja. Bedankt. Bedankt. Dankjewel. Bedankt. En meneer Van Gent ook bedankt. Oké. Okay. Dag. Dag. Nou, beide partijen hebben elkaar een hand gegeven. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Het is rustig hier in stand daarbuiten. Heeft u nou ook een conflict waarvan u wil dat meester John Reed het oplost? Dat kan. Bel of mail ons dan. En dan lossen wij het heel graag voor je op. Dit was Rijndrechten wordt vervolgd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe serie. Dag!